Elke vrijdag neemt in wisselende samenstelling het M-panel de week met ons door. Wat vinden zij van het nieuws van de afgelopen week? Wat viel hen op? En waarvan schieten zij tegen het plafond? Alles is zo overdreven. Ik vind het te veel rommel. Ik vind het heel onweerstaanbaar. Knap waardeloos. Woord vanavond van Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Stuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV. Anne-Fleur Dekker, publicist en FNV-lid. En Hielke Onnink, voorzitter van het CDJA. Hartelijk welkom en panel, fijn dat jullie er zijn. Niemand denkt er graag over na, maar als je er iets... Ja, je moet erover nadenken. Het pensioen. Deze week presenteerde het kabinet haar akkoord voor een nieuw pensioenstelsel. Werknemers en werkgeversorganisaties staan erachter en dat is wat... Want er is 9 jaar over vergaderd. Ons pensioen gaat veranderen. Over onderdelen wordt nog hard gestreden. Ik weet nog niet precies in de wacht van beslissingen van, maar we zijn er nog niet. We zijn nog niet klaar. Zegt de Eerste Kamer ja tegen het pensioenplan of niet? Voorlopig ziet het er voor de coalitie niet goed uit. Het kan niet zo zijn dat u ons volgens mij nog kunt overtuigen. Het pensioenstelsel moet op de schop. Volgens werkgevers en werknemers, verenigd in de Sociaal-Economische Raad, zou het goed zijn als er meer maatwerk komt. De roep om het pensioenstelsel te hervormen wordt steeds luider. Na het debat met staatssecretaris Kleinsma is de conclusie... dit kabinet komt niet meer met grote pensioenplannen. 9 jaar lang is daarover onderhandeld. Minister Koolmees, de vakbonden en werkgevers presenteerden het akkoord vanochtend. En ze zijn blij met wat er nu ligt. Wat mij betreft, handen uit de mouwen en samen aan de slag. Ja, samen aan de slag. Na 9 jaar ligt er een voorstel. Even in het kort de voornaamste veranderingen. De AOW-leeftijd wordt 2 jaar bevroren, stijgt daarna langzamer. Wat je opbouwt aan pensioen komt voortaan toe aan jezelf... niet aan een oudere generatie. En mensen met zware beroepen mogen 3 jaar eerder stoppen met werken. Tuur Elzinga, je zat namens de FNV aan de onderhandelingstafel. Ja. Daarna kwam iedereen er juichend uit. Oh, wat een mooi akkoord. Wat een mooi akkoord. Is het echt goed voor iedereen? Het is zeker goed voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat we echt nu een generatieproof akkoord hebben. Alle generaties die hebben wel wat plusjes en wat minnetjes. Maar als je alles overweegt, is het in balans. En als je alles overweegt, gaan we er met z'n allen een mooie stap op vooruit. Ja, met z'n allen. En als je alles overweegt, Hielke Onnink. Je bent voorzitter van het CDA, de jongerentak van het CDA. Ja, is dat ook goed voor jongeren? Ik denk dat we als jongeren eerst echt even onze zegeningen mogen tellen. En dan zie je dat jongeren straks eindelijk pensioen gaan opbouwen voor zichzelf... en niet meer voor de oudere generatie. Dat we ook straks eerder met pensioen konden dan in het oude stelsel. Maar we kennen wel kanttekeningen. Ik denk, we mogen eerlijk zijn, die bevriezing van de AOW... dat is wel een enorm prijskaartje wat daar aan hangt van miljarden. Dat geld had bijvoorbeeld ook naar de basisbeurs gekund. Ja. Dus ook als je kijkt naar de... je zegt... verdienen meer van onszelf. Maar het is maar de vraag of dat ook zo blijft. Omdat de afspraken zijn best wel basis. Dus echt nog aan volgende kabinetten, hoe dat zeg maar, eruit komt te zien... of het akkoord zo stand houdt, vraag ik me af. Ja, die AOW is wel duidelijk, maar de pensioenen... daar is nog heel veel details die ingevuld moeten worden. Ja, maar het gaat om basis. Het gaat met name, als we het over jongeren hebben... want het is altijd van, wat ik ook zei... Hè, de babyboomers, de oudere generatie... Pensioenen, daar gaat het natuurlijk ook om. Dat je denkt, het is een associatie met oud. Daar hebben de jongeren nog niks mee te maken. Misschien is dat ook zo. Nou ja. Maar misschien moeten ze wel de rekening betalen. Nou kijk, je moet juist als je jong bent eigenlijk wel al nadenken over je pensioen. En omdat iedereen weet dat je dat niet doet als je jong bent... of althans, de meeste jongeren zijn er helemaal niet mee bezig. Hè, als je het gewoon overlaat aan iedere individuele persoon... dan ga je pas nadenken over je pensioen en dat je iets opzij moet zetten... als je eigenlijk al veel te laat bent om een goede pot geld te kunnen sparen. Daarom hebben we juist in Nederland... eigenlijk moeten we heel gelukkig zijn dat de generaties voor ons dit systeem hebben gebouwd. Dat die hebben gezorgd dat we allemaal collectief en verplicht... in een solidair pensioenstelsel meebouwen aan de oude dag. En dat maakt dat we nu allemaal echt een mooie... Zaten de jongeren ook aan tafel? Nou ja, kijk, bij ons wel. Wij zijn als FNV hebben wij behoorlijk geïnvesteerd in het opleiden ook van jonge pensioenfondsbestuurders en mensen in onze achterban. We hebben FNV Jong is heel actief bezig, ook met de discussie rond. Mag ik even vragen, heeft iemand van jullie een telefoon aan? Nee, die heb ik niet bij me. Ja? Ik krijg heel mijn oortje dat het Tuur is.
Maar mijn telefoon is niet in de buurt. Nee, volgens mij, dat moeten we even oplossen, anders blijft het storen. Hè? Terwijl het zo'n belangrijk onderwerp is. Het gaat over pensioenen en over jongeren. En we zitten aan de onderhandelingstafel. Ja. Hè? Worden de jongeren er wel bij betrokken? Ja. Misschien belden de jongeren net. Het zou kunnen. Maar ik heb mijn telefoon weggelaten, want dat gaat continu. Ja. Inderdaad, ik heb hem expres even weggegeven, mijn telefoon. Ja, maar even door op de pensioenen. Dan hebben we dat is wel een logische vraag, hoor. Want we hebben dan cijfers over de leden van vakbonden en hoe oud ze zijn. En dan zie je bijvoorbeeld bij vakbonden is 20% is 65 plus. Maar kijk je al naar alle werknemers in Nederland, dat is nog geen 2%. Dus het is niet echt een goede afspiegeling van de werknemers in Nederland, waar het allemaal om gaat. En vooral die jongeren die schitteren daar in afwezigheid. Dat kun je ze ook zelf verwijten, maar ja, het zijn wel de feiten. Ik denk dat het komt dat het beeld ook echt vergrijst. Dus niet alleen de leden, maar ook überhaupt het hele idee van sectoren. Kijk, jongeren van mijn generatie, ik ben 25, die hebben vaak al in 4 verschillende sectoren gewerkt. Detailhandel, horeca, zorg, zomerbaantje, sterk. Dat is zo lastig. En ik snap wel dat je dan dat sectorendenken niet helemaal begrijpt. Dan kom je bij de FNV en dan word je ingedeeld. Maar jij bent bijvoorbeeld zelf lid van de FNV. Ja. En ik denk dat jij, je bent jong, ja, maar er zouden meer mensen van jouw generatie lid moeten worden. Doen ze dat ook massaal? Omdat ze denken, oh god, we moeten toch wel meedenken over de pensioen. Nee, totaal niet. Ik kom zelf bij de FNV door de Young United-campagne. Dat was een aantal jaar geleden een campagne voor de afschaffing van het minimum jeugdloon. Dat is ons ook gelukt. Daar hebben we echt heel erg veel met heel veel jongeren heel erg actie voor gevoerd. En dat liet voor mij ook zien van, kijk, de bond kan ook wel echt wat betekenen voor jou. Zeker. Als jong persoon. Dus niet alleen voor ouders, niet alleen voor pensioenakkoorden. En ik vind het zo heel erg jammer. Want ja, ik snap niet, bijvoorbeeld Hielke is geen lid van de vakbond. Nee, maar waarom niet? Ik ben lid van het CDA. En volgens mij krijgen wij als CDA veel meer voor elkaar dan de jongeren van de FNV. Ik ben het niet met je eens. Ik zat zelf... maar dat klinkt een beetje als een verzekering voor alles. Maar dat is misschien niet zo. De FNV? Nee, het CDA. Ja. Zeker. Nee, het CDA doet ontzettend veel voor jongeren. En ik denk inderdaad, het FNV is gewoon een beetje vaag voor jongeren. Maar gelukkig zijn er meerdere partijen die opkomen voor jongeren. Politieke jongerenorganisaties, maar ook maatschappelijk bewuste organisaties. Daar zitten jongeren ook, gelukkig. De FNV heeft juist, je zei al, de Young United-campagne, maar dat is er één. Het ging over het afschaffen van het minimum jeugdloon. Maar we zijn nu heel actief bezig met veel jongeren in een campagne om het minimumloon omhoog te krijgen. Heel veel jongeren die komen natuurlijk, die zitten in de onderste schalen. En die hebben wel een heel erg basisinkomen, maar die kunnen daar geen huur, laat staan, de rest van hun leven van betalen. En het allerbelangrijkste is dat heel veel jongeren in heel onzekere contracten zitten. Al die flexarbeid, het is totaal doorgespoeld. Op welke manier is dat tijdens de onderhandelingen te sprake gebracht? Bij de pensioenen. Ja. Nou ja, daar zit een direct verband, want als we inderdaad als jongeren meer pensioen gaan krijgen voor de premie die we inleggen, hè, en daardoor uiteindelijk een beter pensioenresultaat gaan krijgen, dan moet je in het begin natuurlijk wel opbouwen. En met al die flexibele contracten, al die onzekere contracten, bouwen heel veel jongeren nu geen pensioen op. En die gaan dus ook een groter stuk van hun pensioenopbouw missen als we dat niet adresseren. Dus wij hebben gezegd, dat moet echt anders. Er moet nu echt een plan komen hoe we dat, al die mensen die geen pensioen opbouwen, terug gaan dringen. Hoe we gaan zorgen dat veel meer mensen echt mee gaan doen in dat pensioenstelsel. En dat plan moet er liggen voordat we de wetgeving van de hervorming van de pensioenplannen, zeg maar, naar de Kamer kunnen sturen. Ja, zijn in het huidige voorstel de jongeren goed geborgd? Ja, ik denk dat iedere generatie wel zijn plus en min aan kan wijzen. En ik hoor van verschillende kanten dat het soms lijkt erop als iedere generatie zich genaaid voelt. Nou, dan moet het wel een hartstikke goed compromis zijn, denk ik dan, als iedereen ontevreden is. Zelf ben ik niet zo pessimistisch over de jongeren. Het is inderdaad waar dat ze veel vaker in flexcontracten werken, meer onzekerheid hebben. Daar staat ook tegenover. Jongeren van nu, dat is de hoogst opgeleide generatie die we ooit hebben gehad in Nederland. Ik bedoel, kijk naar Anne Fleur, 24 en de finale van de slimste mens. Dat was 30 jaar geleden niet gebeurd. Dat houdt jullie wel bezig. Het is wel een issue. Je doet één keer mee en de weerstress van je leven. Ja. Nee, maar kijk, dus wat dat betreft, die lange termijnkansen voor jongeren zijn eigenlijk heel goed. Als je goed bent opgeleid, dan ben je veel beter bewapend tegen wat voor veranderingen. Maar dat flexibiliteit ga je ook anders nadenken, hoor. Ik ken heel veel mensen in mijn omgeving die van huurhuis naar huurhuis over moeten, omdat het weinig huizen zijn. Omdat je het zonder vast salaris niet makkelijk een huis kan kopen. Dan ga je ook veel korter termijn nadenken van, ik moet nu ergens wonen, ik moet nu mijn studie betalen zonder studiefinanciering.
Dan over je pensioen. Dat is dan nog veel verder weg, juist door die flexibilisering ook. En bovendien zei je iets interessants. Je had het over de goede opleiding van Anne Fleur, waarmee ze ver is gekomen bij de slimste mens. Mm-hmm. Maar de verschillen worden steeds groter. De verschillen zouden groter kunnen worden. En dat zie je ook op de woningmarkt. We hadden het een aantal weken geleden over het leenstelsel. Dat er een grotere segregatie in de maatschappij doemt. Omdat mensen met een hoger inkomen ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen het beter hebben. Maar als je aan de andere kant van de lijn staat, dan kun je daar extra voor worden gestraft. Nou ja, dat is natuurlijk zo. Er zijn verschillen in Nederland tussen laag en hoogopgeleide. Maar nog steeds is een land als Nederland geen Amerika. De sociale mobiliteit is hier behoorlijk hoog. De kansengelijkheid in Nederland, bedoel, helemaal perfect is het natuurlijk nooit. Als je nest op een goede plek staat, dan heb je het makkelijker dan wanneer je ergens in een achterstandswijk opgroeit in Nederland. Maar nog steeds ben je niet veroordeeld tot een leven in armoede. Het gros van de kinderen dat in armoede opgroeit, heeft later als volwassenen zelf gewoon een prima salaris. Dus die ongelijkheid is er, maar er is in Nederland nog wel genoeg dynamiek. En de groep als geheel is steeds hoger opgeleid en daarmee gewoon beter bestand tegen wat er ook verandert in de samenleving. En bij ouderen, daar zitten veel meer laag opgeleiden. Daar is dat een stuk moeilijker. Dus ik snap ook die hele discussie over de zware beroepen wel. Want daar hoor je het maar weinig over. Het gaat veel over de contrasten oud-jong. Maar we hebben het vooral toch over het verschil hoog-laag opgeleid. Ja, maar misschien moeten we het ook hebben over het verschil dat niet iedereen meer 30 tot 40 jaar bij dezelfde baas in loondienst werkt. Dat sectorhoop en daarom het hele systeem is eigenlijk gewoon heel erg verouderd. Ja, dat is een artefact van vroeger. Toen was het zo, iedereen bleef bij dezelfde werkgever of dezelfde sector. Maar het rare is dat mensen dus eigenlijk, je ziet dus heel veel onzekerheid vanwege de flexibele en onzekere contracten. Maar mensen blijven nu langer bij dezelfde baas dan vroeger. Waarom? Als je eenmaal dat vaste contract hebt, dan ga je wel een beetje uitkijken, dan ga je niet meer weg. Ja, maar dat is misschien wel door angst gedreven. Dat je denkt, oké, ik zit hier. In ieder geval, heel veel mensen willen zelf ook best flexibiliteit. Ja. Als het gaat over de zeggenschap over je werk en over je leven. Maar je wil niet de onzekerheid die daarbij hoort. We zien natuurlijk dat op de arbeidsmarkt dat flex vooral een verdienmodel is geworden van werkgevers. En dat je gewoon heel veel lagere lonen hebt, heel veel meer, alle risico's liggen bij jou. Je kunt je niet je arbeidsongeschiktheid niet betalen, enzovoort. Ja. En dus dat is wel cruciaal, dat we dat echt aanpakken, ook in het kader van de oudedagsvoorziening. En dat we ook goed naar die verschillen kijken. Want dat is wel, denk ik, echt heel belangrijk. Je zei het aan het begin. En we kunnen straks, hoeven straks gelukkig iets minder lang te werken. We moeten nog wel langer werken. Maar als ik 30 zou zijn, jij moet straks twee jaar langer minder werken voordat je AOW krijgt. 2,5 jaar ongeveer. Ja. Eerder krijg je AOW. Maar als je van jouw generatie in een zwaar beroep zit en je zou dat niet halen, dan kunnen we nu afspraken maken dat je er ook 3 jaar eerder uit kan. En dat is wel ook echt cruciaal. Dat het akkoord dat de sectoren zelf mogen gaan bepalen wat dan als zwaar beroep wordt gezien. Waardoor mijn moeder is dan 60, die werkt in de zorg. En daar zie je in haar omgeving ook, die staan de hele dag, die houden niet zo lang vol. Dus dan kan de sector bepalen, inderdaad mensen in de thuiszorg en verpleging, dat is zwaar werk, in plaats van dat de politiek dat doet met een economische gedachten daarachter. Dus dat is wel een voordeel. Kortom, er zit voor ieder wat wils in. En er wordt nog over doorvergaderd. En uiteindelijk worden waarschijnlijk de handtekening gezet. En dit wordt verbond. Dat is belangrijk. Ik ga het nu zeggen. Dank jullie wel. 15 juni, de uitslag van de FNV-leden is dan bekend. Dan weten we ook meer.